Ik heb nog een blik. Blik met oranje spelers, onder andere. Yo, Dirk. Ja, daar zit je dan, jongen. Het is klaar. Je mag terugkijken op een fantastische carrière. Ik wil je feliciteren met deze fantastische carrière. Echt, wat je allemaal meegemaakt hebt, we samen waren we bijna wereldkampioen. Helaas, mooie tijden, veel gelachen, veel gekaard. Beste Dirk, ik heb gehoord van je wijze besluiten. Je ziet dat ik hier zit in Bries, jou wel bekend. Ik hoop dat ik net zo wijs kan zijn als jij, want dan kunnen we samen genieten in Noordwijk. Fantastisch. Ik heb altijd van je gehouden, want je bent niet alleen een fantastisch mens, maar ook een geweldige voetballer. Tot op de laatste minuut. Bedankt daarvoor. Dag. En hij doet niks meer, hè? Hij is echt zijn bette kamer voor Dirk Kuyt. Ja, natuurlijk doe ik het voor Dirk Kuyt. En weet je wie ook nog meer? Deze mensen ook nog. Ook nog. First of all, I want to congratulate you for one more title. Secondly, to tell you that it was an honor to be able to play with you and to be your roommate, of course. I've been honored and lucky to share with you many years of my career. I knew many people in football, but not as great as you personally and also as a sportman. You've had an amazing career. And as an ex-teammate, all I can say, it's been an absolute pleasure to play alongside you. Incredible footballer, but more importantly for me, mate, an incredible man. Enjoy your evening and enjoy your retirement. Believe me, it's good. More golf, more rest, more holidays. Enjoy yourself, mate. Take care. Nou, mooi. En ik denk, kijk, je hebt het heel lang geheim gehouden, maar ik denk dat als we 3 dagen langer hadden gehad, hadden we ongeveer 16 van deze mensen nog kunnen halen. Maar dat zegt wel iets, hè, dat iedereen doet mee. Ja. Jij bent een binder, altijd al geweest. Ja, ik denk dat daar mijn grootste kwaliteit ligt, dat ik mensen en teams met elkaar kan verbinden. En ik denk als je het maximale uit jezelf wil halen, dan zul je het met elkaar moeten doen. En dat is altijd het eerste wat ik van mezelf aan iemand geef. Dat is respect en waardering. En ik geef mezelf aan iemand om dan uiteindelijk tot een bepaald succes te komen. En ja, de mensen die je net allemaal voorbij zag komen om met het laatste filmpje te beginnen. Kijk, Gerard was iemand die mij als eerste de hand schudde toen ik Liverpool binnenliep. En de woorden die hij zei, dat zal ik nooit vergeten. En dat schept dan direct zo'n band. Weet je dat? Nou ja, dat hij het fantastisch vond dat ik er was. Dat we er samen voor gingen voor zorgen dat we mooie momenten samen gingen meemaken, samen met het team.